artsen in het ziekenhuis hebben meneer ook verteld dat dat echt kantje boord is geweest. Dat het niet veel ernstiger had moeten zijn. Of meneer had het niet kunnen navertellen. Ja, hij ligt in het ziekenhuis, heeft ook nog een gebroken neus. Zeer ernstig deze mishandeling. Vlak bij deze plek moet het gebeurd zijn. Zondag even na 12. De 38-jarige man uit Egmond aan de Hoef raakt na een vrolijk avondje stappen betrokken bij een vechtpartij. Nou, die meneer die was daar aan het eten. Die had een gezellige avond gehad. Die was daar nog met een vriend wat eten. Vervolgens komt die vriend naar buiten, want hij was buiten vervoer aan het regelen. Die vriend komt naar buiten, wordt achterna gezeten door 5 mannen. En vervolgens zegt hij daar wat van. Vervolgens richt de agressie zich op hem. Hij krijgt een aantal klappen, slaat tegen de grond. Ja, en daarna kan hij nog maar heel weinig vertellen, want hij is enige tijd buiten Westen geweest. De man is onmiddellijk overgebracht naar de intensive care van het medisch centrum Alkmaar. De politie neemt de zaak hoog op en is een onderzoek gestart. Op dit moment worden camerabeelden uit de buurt verzameld. Collega's zijn bij hem langs geweest in het ziekenhuis. Helaas kon meneer ons niet heel veel meer vertellen over de mishandeling. Vooral ook omdat het zo snel gegaan is. Ook het andere slachtoffer, wat ook geslagen is, kon ons ook niet heel veel meer vertellen. Dus we zijn echt hard op zoek naar getuigen. Als u meer informatie heeft over het incident, neem dan contact op met de politie.